Voorzitter, ik heb namens een groot deel van de Kamer gevraagd om debat tijdens het reces, omdat daar noodzaak toe is, omdat het aantal besmettingen oploopt. En als je terugdenkt aan het ongelooflijke werk door de zorgverleners, aan de eenzaamheid die mensen hebben moeten ervaren, aan de dreun die heel veel bedrijven hebben gekregen dit voorjaar, dan mag dat niet voor niets geweest zijn. En als het aantal besmettingen zo doorgroeit, dan komen we weer terug in die situatie. Dat kan niet wachten. Dat kan niet zeggen, we doen het over 7 weken, het is nu reces. En voorzitter, als ik dan zie hoe het kabinet daar de afgelopen week op heeft gereageerd, dan is het woord dat bij mij te binnen schiet chaos. Je kunt niet op donderdag zeggen dat we het bron- en contactonderzoek gaan intensiveren en op vrijdag de 2 grootste steden laten vertellen, nee, we gaan het juist afschalen, want we hebben te weinig mensen aangenomen. Je kunt niet op donderdag zeggen tegen de bevolking, wij doen niet aan verplichtingen, ik ben geen dictator, zei de premier tot 3 keer toe, om op dinsdag aan de vooravond van het debat alsnog met een plicht te komen. En je kunt niet met hevige kritiek komen op jongeren als je ook niet zelf kritisch bent. Maar voorzitter, het is nog niet te laat. We kunnen nog zorgen dat het virus onder controle komt. En mijn doel zou zijn om vandaag oppositie en coalitie samen, Kamer en kabinet samen, te doen wat er nodig is. Kiezen voor een heldere, ambitieuze strategie om het virus in te dammen. En wat is daar concreet voor nodig? Zorgen dat mensen laagdrempeliger getest kunnen worden dan nu. Bijvoorbeeld als ze geen auto hebben. Wat is daar nog meer voor nodig? Het bron- en contactonderzoek op orde. Maak het inzichtelijk, geef streefcijfers, maar neem ook de Duitse norm over van 5 mensen extra per 20.000 inwoners. Zorg dat maandag de scholen veilig open kunnen. Dus ga onmiddellijk om tafel met gemeente en scholen om te zorgen dat scholen goed geventileerd zijn en iedereen met een gerust hart na die grote vakantie weer naar de klas kan. Zorg dat zorgmedewerkers beschermd zijn en gewaardeerd worden. Dus neem de richtlijnen over zoals de WHO en de ECDC geven voor beschermingsmiddelen, ook als je niet werkt met COVID-patiënten. En verhoog de salarissen van de zorgmedewerkers, zodat we ze beschermen en vasthouden. Zorg voor een quarantainepakket. Dat wil zeggen, kom mensen tegemoet die we vragen om voor ons allemaal 2 weken in isolatie te blijven. Help ze om gederfde inkomsten op te vangen, bijvoorbeeld voor zelfstandigen. Help ze met een boodschappendienst als dat lastig is. Stel een hotelkamer ter beschikking als er geen geschikte woonruimte is. En ja, introduceer ook een eenvoudige verplichting als mensen zich niet houden aan de afspraken. Voorzitter, begin juli hadden we 200 nieuwe infecties per week. Niet eens, minder nog. Vorige week waren dat er 4000. We zijn verplicht aan al die mensen die zich vrijwillig aan alle regels houden. We zijn verplicht aan al die mensen die een prijs betalen. We zijn verplicht aan al die mensen die nog kampen met de naweeën van dit virus, omdat ze mensen verloren hebben, omdat ze met langdurige klachten zitten, omdat ze bezorgd zijn, omdat ze eenzaam waren in de verpleeghuizen. We zijn het aan ze verplicht om nu te doen wat nodig is. Een heldere lijn, een ambitieuze lijn, crisiscommunicatie vanuit het kabinet die zich erop richt om mensen mee te nemen. Maar laksheid, afwachten en chaos kunnen we ons niet meer permitteren. Het kabinet moet aan de slag. Dank u wel.